Welkom bij A2 Actueel. Het plan voor A2 Maastricht heeft niet voor niets de naam De Groene Loper gekregen, want straks kun je te voet en met de fiets via een groene laan van het zuiden richting het noorden van de stad. Nou, ik sta hier bij dit tunneltje en dit tunneltje wordt straks onderdeel van die groene route. Hoe hebben jullie het concept aangepakt? Wij hebben nagedacht over hoe kunnen we het maximale rendement halen uit deze bouwopgave. Wij werkten op dat moment ook aan Madrid. Daar maakten we ook een heel groot lineapark bovenop een tunnel. En die verbond allerlei bestaande groenstructuren. En dat heeft die stad zo structureel verbeterd. Je zou kunnen zeggen, dat is het cadeau wat de tunnel aan de stad geeft. En wij hebben ons in Maastricht ook afgevraagd van, ja, wat is nou het cadeau wat er achterblijft als die tunnel gerealiseerd is. En wij kwamen er toen achter dat het zou mooi zijn als er een laan wordt gerealiseerd, waar het heel prettig wandelen, fietsen is. En dat die laan verbonden wordt met de landgoederenzone. Wat is die landgoederenzone precies? Die landgoederenzone, dat wisten wij aanvankelijk ook niet. Maar dat zijn eigenlijk een paar hele mooie buitenverblijven die rond de stad Maastricht liggen. Met prachtige groengebieden eromheen. Die heel erg geïsoleerd liggen. Doordat de snelweg er langs is gekomen of een industrieterrein of het spoor. En die worden dadelijk door de groene loper allemaal met elkaar verbonden. Zodat als je daar overheen fietst, je eigenlijk van landgoed naar landgoed kunt gaan. Als de dubbellaagstunnel klaar is, ontstaat daar bovengronds een groene omgeving met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. En hier in het informatiecentrum kun je op deze computer zien hoe het er uiteindelijk uitkomt te zien. En we zoomen nu in op de ANWB-vlaat, waar voor een bijzonder monument staat. Dit monument is, en dat weten veel mensen niet, een provinciaal bevrijdingsmonument. Het monument is ontworpen en gemaakt door de kunstenaar Charles Eyck. Op de eerste plaats is de betekenis van het monument een eerbetoon aan de Amerikaanse bevrijders van Limburg en natuurlijk van Maastricht. Verder heeft hij in dit monument niet alleen de vreugde om de bevrijding willen laten zien, maar ook de terugkeer van de gevangenen die in Duitse gevangenschap geweest waren. En ook, er is een arbeider te zien met een enorme hamer in zijn hand, dat men nu de schouders eronder moest gaan zetten om de wederopbouw van stad en provincie ter hand te gaan nemen. Als Charles Eyck werd gevraagd naar de betekenis van zijn monument, dan wees hij altijd op de twee figuren die hier op de voorgrond staan. Links is dat een teruggekeerde krijgsgevangene, wiens keten gebroken zijn. En die kijkt een beetje vragend in de richting van die Amerikaanse soldaat die naast hem staat. En hij vraagt uiteraard in het Maastrichts, wat giefste voor al dat aard ijzer heen? En die Amerikaanse soldaat die antwoordt dan, twee sigaretten. En die maakt daarmee het teken van victorie, de overwinning. En sigaretten waren natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog erg kostbaar.